Here, I put this moment over here. Over here. Come to see where memories and cat fly, tripping on the water like a laughing girl. Time in the eyes, spawning heart life, long with the ocean and the woman unfurled. Holding all the love that waits for you here. Robin, ik zie hier achter allemaal mensen zich verkleden. Wat is hier gaande? Wij zijn hier aan het repeteren voor onze theatervoorstelling, getiteld Mijmer. Dat is een voorstelling over de mijmerlingen. Dat zijn een groep fantasiewezens die sterk vermagerd zijn omdat er niet genoeg fantasie meer is om van te leven. Hoe is de voorstelling eigenlijk ontstaan? Het is ooit begonnen omdat ik het idee had om op locatie een bewerking van Midsomernachtstroom te maken. Nou, Midsomernachtstroom heb ik eigenlijk op een paar zinnen door het stuk verspreid na, heb ik eigenlijk volledig achter me gelaten. Ja, dus uiteindelijk heb ik alleen het thema van het veeënvolk eruit gepakt en dus de tekst. Vervolgens zijn we helemaal onze eigen richting opgegaan. Ik ben met mijn spelers aan de slag geweest vanuit... het maken van eigen fantasiewezens. We hebben heel veel gesprekken gevoerd over verbeelding. Wanneer heb je verbeelding, wanneer heb je het niet? Wanneer heb je voor het laatst je fantasie vrijgelaten? En vanuit daar ben ik heel erg gaan schrijven. En zo is uiteindelijk dit stuk tot stand gekomen. Dat is nog steeds heel erg veranderlijk. En dat wisselt nog steeds. Ik heb bijvoorbeeld vandaag net een volledige scène aangepast. Dus dat is nog steeds, het maakproces is nog steeds gaande, zelfs tot de première aan. Maar zo is het ongeveer tot stand gekomen. En hoe is het om met deze spelers te werken? Ja, ontzettend leuk. Het is een hele fijne groep spelers. Niks is voor hun te gek en dat vind ik vooral heel erg prettig. Ze proberen altijd alles eerst. Zeggen nooit van tevoren, ik kan niet of ik wil dit niet. Ze zijn altijd klaar om alles te proberen. Het is heel erg fijn om met een groep te werken die heel erg verschilt in ervaring. Bijvoorbeeld sommige mensen spelen al jaren bij toneelvereniging Basta. Andere mensen in mijn groep zijn nu dit jaar voor het eerst aangesloten. Spelen voor het eerst. En iedereen helpt elkaar er heel erg in. En het is gewoon een hele talentvolle groep spelers waar ik heel tevreden mee ben. Ja. Het is wel een prachtige locatie. Hoe ben je aan deze locatie gekomen? Ja, ik had eerst het idee, ik wilde een soort van theatrale wandeling maken in een bos. Dat is ook, toen dacht ik ook nog dat ik Midsomernachtstroom zou gaan maken. Dus het is heel lang geleden. Maar ik ben eerst rond gaan vragen op andere locaties bij Bosbeheer Tilburg. Om te kijken of daar misschien iets mogelijk was. En uiteindelijk wees mijn speler erop dat een studententoneelvereniging in Eindhoven, Doppio, hier een keertje een voorstelling had gespeeld. Dus toen ben ik gaan informeren, een keertje langs gekomen. En ik was eigenlijk gelijk helemaal overrompeld van hoe fantastisch mooi natuurlijk dit kasteel is achter mij. En toen zijn we een beetje gaan onderhandelen. En ik heb het geluk dat ik student ben. Daardoor waren ze heel erg enthousiast en wilden ze heel erg graag mij helpen hierbij. Dus met de steun van de stichting ben ik toen hier verder gegaan. Waarom ben je theater gaan studeren en hoe ben je er eigenlijk toe in aanraking gekomen en dit te gaan doen verder? Ja, theater, toneel is iets wat ik al interessant vind sinds ik echt een jaar of drie ben. Ik ben een keertje met mijn moeder meegegaan naar Nijntje de Musical. Toen ben ik op mijn stoel gaan staan, heb ik gezegd, dit wil ik doen. En sindsdien is het eigenlijk nooit anders geweest. Eerst heel veel zelf gespeeld. Toen op een gegeven moment heb ik in Groningen de vooropleiding van de Noorderlingen gedaan. Daar ben ik al heel erg snel achter gekomen van spelen vind ik interessant, maar maken vind ik eigenlijk leuker. Toen ben ik met mijn eigen maakprojectjes aan gaan klooien. En toen auditie gedaan voor de opleiding in Tilburg voor de Academie voor Theater. Aangenomen en sindsdien ben ik hier. En wat hoop je nog meer te maken in de toekomst? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel echt de smaak te pakken gekregen met locatietheater. Ik vind dat ontzettend fijn om te doen. Dus ik wil heel graag meer locatietheater maken. Ik vind muziektheater daarbij ook heel erg interessant. Dus misschien muziektheater op locatie. Theater is zo'n
brede kunstvorm, dat er zoveel mogelijkheden zijn. Dus ik kijk heel erg vooruit naar alle kansen en leuke dingen die ik nog ga doen. Ja. En de voorstelling waar jullie nu voor aan het repeteren zijn, wanneer speelt het? Wanneer is de uitvoering? Hè? Wij spelen 5, 6 en 7 mei. Met op 5 mei alleen een avondvoorstelling om 8 uur. En op de andere twee dagen een voorstelling zowel om 4 uur 's middags als 8 uur 's avonds. Dus in totaal spelen we 5 keer. Dus genoeg momenten om te komen bezoeken. Kaarten gaan hard, dus wees er snel bij. Maar dus komend weekend. En voor welke leeftijd is het? Voor welke leeftijd? Ja, ik heb het vooral een beetje met een toch volwassen doelgroep in mijn hoofd gemaakt. Ik denk we hadden het erover, vanaf 10 jaar kan het absoluut. Er zitten een paar op het einde wordt het een beetje luguber. Dus het kindse spel aan het begin, dan moet je niet te veel intuinen. Maar het is uiteindelijk, denk ik, vanaf 10 jaar wel toegankelijk. Absoluut. En de prijzen? Hoe liggen de prijzen, de entreeprijzen? Moet ik even over nadenken? Ik weet het weer. Kaarten kosten €12 voor normale bezoekers. En €8 als je lid bent van toneelvereniging Basta. Maar ik weet niet of mensen dat hier zijn. Maar... Is er een pauze en hoe lang duurt de voorstelling? De voorstelling duurt in totaal 45 minuten. Er zal dus ook geen pauze zijn. Maar er is vooraf en achteraf genoeg tijd om even lekker een drankje te doen. Even te kletsen met het andere publiek. En hoeveel mensen kunnen jullie ontvangen? We kunnen hier ongeveer 50 man ontvangen. En omtrent de stoelen. Ik heb iets gelezen. Je moet zelf je eigen zitting meenemen. Ja, het is een bring your own seat concept. Wat dus inhoudt dat je je eigen picknickdekentje, stoeltje, krukje, poefje mee mag nemen. En dat je daarmee de voorstelling mag komen bekijken. Voor de mensen voor dat echt niet mogelijk is, hebben we ook stoelen beschikbaar. Dus mocht dat de make or break factor zijn of je wel of niet komt kijken, dan kan je alsnog hier terecht. Maar het concept is dat mensen hun eigen stoelen of zitplaatsen meenemen en daardoor zelf ook kunnen bepalen waar ze gaan zitten binnen de aangegeven publieksplek. En zijn er meer locaties waar dit stuk wordt ten uitvoering worden gebracht? Nee, het is een Asten-exclusieve voorstelling. Daarom spelen we hem hier 5 keer. Misschien daarna wel op andere plekken. Dat is nog even kijken hoe het loopt natuurlijk. Maar eerst, voor nu is het gepland voor dit weekend. Omdat het voor mij natuurlijk ook een een stageopdracht is. Dus we spelen hem vooral hier. Ja. Nou, gezien de kledij die jullie al gaan dragen, moet het een succes gaan worden. Ik ga kijken en ik ben verzekerd van een volle, succesvolle avond en middag. Yes, komt helemaal goed. Succes verzekerd, zeker hier in Asten met zo'n locatie. Ja, absoluut.